Door die strenge regels kregen kinderen heel lang online les. Maar nu mogen ze voor het eerst weer terug naar hun klaslokaal. Al zijn er wel wat extra maatregelen. Iedereen moet een mondkapje dragen en zit afgeschermd in een plastic hokje. De Filipijnen zijn een land in Zuidoost-Azië. De school van de kinderen staat in de hoofdstad Manila. Hier ging de verspreiding van het coronavirus een tijd erg snel. Daarom kwam de regering met strenge maatregelen en had het land een van de langste lockdowns ter wereld. Door die lockdown bleven scholen veel langer dicht dan in andere landen. Wel 2 jaar. En ook nu mogen nog niet alle kinderen naar school. Dit is een proef om te kijken of alles veilig verloopt. Ik ben ook bang, want ik heb een COVID. Maar ik ga erin, om te leren. Ik ben niet zo focus op het leren van de leerlingen. Op de modules, want ik heb ook werk. De juf is blij dat ze haar leerlingen weer in het echt kan zien in plaats van online. Mas maganda ang paraan ng pagtuturo talaga ay ang face to face dahil sa ganung pagkakataon ng mga bata ay natututukan natin sila. Kasi katulad ng natuturo ng mga guro kung ano mga dapat nilang gawin at madali naming na-address ang mga problema lalo na sa pagbabasa at sa pagsusulat.